Dit is het verhaal van een groep. Gewoon een groep zoals die op heel veel basisscholen voorkomt. Een groep met leuke kinderen. Maar toch is er ergens iets misgegaan. Helaas zijn er een paar kinderen die buiten de groep vallen. Ze willen wel graag meespelen, maar dat mag nooit. Mag ik misschien ook meedoen? Nee, het is een beetje koele gozer. Wegwezen. Om mee te mogen doen met de groep, moeten ze eerst voor een toelatingscommissie verschijnen en een paspoort zien te bemachtigen. Vandaag is het zover. Het viertal moet bij de commissie komen. Haal de eerste maar. Wat is je naam? Sjaak. Wat zijn je hobby's? Basketbal, atletiek, heel veel sporten, ook voetbal. Bij welke club speel je? Hercules. Heb je ook elektronische dingen? Ik heb een televisie en een PlayStation. Gefeliciteerd. Dus ik zit echt in de groep? Ja. Yes! Wacht, gebruik je eigenlijk wel social media? Wat is dat? Afgewezen! Nee, Sjaak is een digibet. Hij kan fluiten naar zijn paspoort. Bij de anderen gaat het al niet veel beter. Wat zijn je hobby's? Eten. Afgewezen. Kees is te dik. Ik zit heel even mijn bril. Wat een bril zeg. Afgewezen. Sophie is een nerd en Fleur draagt wel hele foute kleren. Hi. En wat zijn je hobby's? Shoppen in de kringloopwinkel. Jouw kleding is zo uit de mode dat het bijna weer in de mode is. Ja. Maar dat betekent nog niet dat het jou staat. Afgewezen. Ik verzoek u deze zaal te verlaten. Vandaag komt de commissie weer bijeen. Ditmaal om eigen groepsleden te beoordelen. Er zijn namelijk nogal wat klachten binnengekomen over een aantal leden. Zo zou er een groepslid rondlopen met iets raars onder zijn neus. Wat heb je daar onder je neus zitten? Een snor. Waarom schreeuwde je hem niet af? Gewoon niet. Snor in de groep tolereren wij er niet. Hier met het paspoort. Ook is er geklaagd over een enorme bluffer. Dus je zegt dat je alles kan? Ja, dat zeg ik toch net. Ga dan maar 10 keer opdrukken. Stop maar. We houden niet van opscheppers. Je bent niet meer welkom in onze klas. Hier met het paspoort. En wat te denken van schoenen met hakjes. Mooi hè? Nou kijk, ze zijn nu nog maar 6 centimeter. Dat gaat nog echt enorm groeien. Maar ik heb ook een hele hakkenkast vol. Eigenlijk een hakkeninloopkast, want ik loop er altijd in. Dat kan. We willen geen opgedirkte tuttebel met hakjes wegwezen in onze groep. En dan nog die uitslover die veel te hard werkt. Hou je boek even weg. Waarom? Omdat we je wat vragen moeten stellen. Hoeveel leer je ongeveer per dag? Ongeveer 15 à 16 uur. Er passen geen nerds in onze klas, dus wegwezen. De klas lijkt wel overspannen. Gelukkig is het bijna vakantie. Morgen hebben we allemaal lekker vrij en hebben we de grote zomervakantie. En dan ga ik op vakantie naar het Robbeneiland. En wat gaan jullie doen? Zoals jullie zien ga ik naar Indonesië en dan ga ik naar Bali. Ik ga heel veel eten en dan ga ik allemaal leuke dingen doen, zwemmen. Ik ga naar Mexico en ik ga bootje varen, kanoën ook wel. En ik ga zo'n hoed op doen. Ik ga naar Frankrijk en daar gaan we zwemmen, naar Disneyland Parijs. En ook naar een camping en we gaan ook kanoën. Nou, ik ga naar Italië en dan ga ik naar familie toe. En dan ga ik ook zwemmen en allemaal leuke dingen doen. Iedereen een fijne vakantie, tot over 6 weken. De 6 weken zomervakantie vliegen voorbij. Vandaag begint de school weer. De nieuwe juffrouw van groep 8 staat de kinderen al op te wachten. Maar er is in die 6 weken wel erg veel veranderd. Er zijn heel veel snoren bijgekomen. En hakjes. En make-up. Ja, en ik heb wel een nieuwe. Ik ben ook nog naar een nieuwe jongen geweest. De leiders van de groep kijken verontrust naar de klas. Wat is hier gebeurd? Ik heb geen idee. Iedereen heeft ineens snoren en hakken aan. Oké, eigenlijk is dit best wel grappig. Eindelijk beseffen de meesten van de groep dat de buitengesloten kinderen eigenlijk toch wel heel erg leuk en aardig zijn. Wat heb je eigenlijk een leuke bril op? Oh, cool! We gaan beginnen! Ga nou eens even zitten. Wat is hier nou aan de hand? Iedereen moet op hakken en heeft snoren op. Moet je naar jezelf kijken? Het zijn hele leuke kinderen. Die kinderen die we geen paspoort hebben gegeven.
Laten we iedereen een paspoort geven. Laten we gewoon allemaal afschaffen, die stomme dingen. En zo kwam het gelukkig toch nog allemaal goed met de kinderen van groep 7, groep 8 van de fakkel.